Hallo allemaal. We leven in een hele bijzondere tijd. Dat zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan. Een tijd waarin we afstand nemen, letterlijk van elkaar. Afstand als onderdeel van de oplossing. Ik kan er me moeilijk aan wennen, maar toch is het zo. En die afstand, die brengt allerlei effecten met zich mee. Voor de een betekent het dat hij extra veel alleen is. En betekent het dat er misschien zorg ontbreekt die je wel nodig hebt. Voor de ander betekent het juist op elkaars lip zitten als gezin. En allerlei taken die door elkaar heen lopen. Kinderen die les moeten krijgen, werk wat gedaan moet worden. Voor weer een ander betekent het juist werken op een plek waar extra druk is. Waar misschien wel extra gevaren zijn. Afstand. Afstand is iets wat me bracht bij een psalm. Een psalm waarin afstand geen rol lijkt te spelen. En ik bedoel psalm 139. Geschreven door David. Er staat boven: God weet alles. En ik wil er een aantal versen uitlezen. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord is op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Wat heel sterk naar voren komt in deze eerste 6 versen, is de alwetendheid van God. God weet alles. En daardoor, omdat hij alles weet, kent hij ook, in dit geval David. Maar kent hij ook ons, kent hij ook u, kent hij jou en kent hij mij. Volkomen. En David beschrijft het. Wat me opviel is, als er nog geen woord op mijn tong. Zie, Heere, u weet het alles. God is dichtbij. En God is de God die alles weet. Ook in deze tijden, waarin misschien veel dingen voor anderen verborgen zijn. En misschien dingen naar voren komen in je eigen leven, waarvan je denkt van, het is maar goed dat een ander het niet weet. Toch weet God het wel. En David beschrijft het hier. En David gaat verder. Naast die alwetendheid van God, is God ook overal. Hij is ook alomtegenwoordig. Vanaf vers 7 stelt, of in vers 7 stelt David een vraag. Er staat: waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Nou, het antwoord zit feitelijk al in die vraag. Het antwoord is: nergens. God is overal. Als ik kijk naar vers 9, dan vind ik het zo bijzonder om te zien. Er staat namelijk: nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en mijn rechterhand mij vasthouden. Nou, dat betekent, vanuit Israël gezien, al kijk ik naar het oosten, al kijk ik naar het westen. Overal en overal daartussenin, daar is hij en daar zal uw hand mij leiden. Nou, wij geven geen handen meer op dit moment, omdat ons dat verboden of dringend geadviseerd is om niet te doen. Maar hier staat: uw hand zal mij leiden. God is dichtbij en hij strekt zijn hand uit naar David. En ook wij mogen in dat vertrouwen gaan en weten: God is overal. En uw hand, de hand van God, zal ook ons leiden. Ik hoop dat het echt een bemoediging voor je mag zijn. Dat in deze tijd van afstand, dat God een God is van dichtbij. En dat God een God is die overal is. En als ik verder door de psalm ga, dan kom ik op de almacht van God. De derde plaats. Hier staat namelijk: want u heeft mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. David gaat in op een God die het leven maakt. God die het leven creëert. En David beschrijft hier over zichzelf: dat u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Het wonder van het leven, dat kunnen wij als mensen, we kunnen er niet bij. Er wordt heel veel geprobeerd om het leven na te maken. Maar nog steeds, het is het wonder van God. God die het leven creëert. God die het leven geeft. Hij de Almachtige, die zo dichtbij is, die alles weet. Als we verder kijken, dan zien we dat David in vers 19 ineens een hele andere taal aanslaat. Hij zegt: o God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. David beseft zich dat God een heilig God is. God is heilig. En David verlangt ernaar om in die heiligheid te leven. En het is voor hem onmogelijk dat er mensen zijn die zich daartegen verzetten. Maar hij beseft zich ook, en dat kun je lezen in het laatste vers, dat het ook voor hem zelf
geldt dat hij ook een pad kan gaan die hem juist van God afbrengt. Dat misschien karaktereigenschappen naar voren komen in je leven die je van God afbrengen, die je afleiden. Er staat vers 24, daar besluit hij mee, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Deze tijd waarin we misschien veel meer alleen zijn dan we normaal zijn, of deze tijd waarin misschien veel meer druk op je ons is, dat kan leiden tot ander gedrag. Dat kan ertoe leiden dat we dingen doen die we van tevoren eigenlijk niet hadden willen doen, of die we niet gepland hadden. Mag dan ook deze dag, op dit moment dat je dit filmpje kijkt, een moment zijn om aan God te vragen: zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Een weg die juist die dichter bij God brengt. Een weg waarin de genade van God weer meer en meer zichtbaar wordt. Misschien is het een weg van vergeving. Misschien in de druk die je voelt, doe je elkaar pijn. Dat zou zomaar kunnen. Ik bid en ik wens je toe, op dit moment ook, als je dit bekijkt, dat je je hart zal onderzoeken. En samen met David zal zeggen, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Maar deze tijd die zo bijzonder is, deze tijd van afstand, een tijd zijn waarin we niet afstand tot God creëren, maar een tijd zijn waarin we juist tot God naderen. En zijn liefde echt opnieuw zullen ervaren. Dat we verfrist zullen worden door hem. En dat we zijn genade misschien opnieuw, misschien nog beter leren kennen.